Het voorproefje van het Vosting Koekeroe Festival trok vandaag veel interesse van het publiek. Geïnteresseerden mochten Vosting Yang en Dringi proeven en kopen tegen een gereduceerd tarief tijdens het Tisnafissi-event van het Directoraat Cultuur. Onderdirecteur Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Clifton Braam, zegt in een gesprek met de nieuwsdienst dat het festival dit jaar groter zal zijn dan de eerste editie in 2022. 25, 26 en 27 augustus aanstaande organiseren we wederom onze Vosting Koekeroe Festival op het Onafhankelijkheidsplein. De tweede editie, het vorig jaar zijn we reeds daarmee begonnen. Dat was een pilot. Van het jaar zijn we weer bezig en we hebben gemeend om van het jaar een voorproefje te organiseren, een Tisnafissi, waarbij de verschillende deelnemers, een deel dan van de deelnemers, vandaag hier aanwezig is om heel goedkope prijzen wat te verkopen, maar bij alle stands kun je ook proeven. Dat is hem, die Tisnafissi. Die animo was er vorig jaar, gaan jullie groter dit jaar? Ja, we gaan groter. Het verschil met vorig jaar, in elk geval wat de stands betreft, we hadden de 6 grote etnische groepen. Maar daarvan was er dus van elke etnische groep zeg maar 1 stand. Het eten was gauw uitverkocht, de mensen konden het niet allemaal handelen, hadden het ook een beetje onderschat. Dus van het jaar zijn er van alle etnische groepen max 4 stands. Sommige zijn er 3, maar max 4. Er zal dit jaar voldoende eten zijn, met meer nadruk op de authenticiteit van onze cultuur, belooft Braam. Dat mensen inderdaad uitkijken naar die Vosting patu. Weet je wel, alle gerechten van toen. En dat is zeer belangrijk. Mensen willen weten, wat is het verschil tussen die bami van toen en nu? Die roti van toen, hoe werd het gemaakt? You know, traditioneel. En daarom is live cooking van het jaar zeer essentieel. Er zal... gedurende de 3 dagen zullen er vele momenten zijn waarbij er live gekookt wordt. We zien ook een paar stands met drank erbij. Wat kunt u ons daarover vertellen? Natuurlijk ook de authentieke verschillende dranken. U kunt zelf met de mensen strakjes praten. De Warsman, ook met de dingen van vroeger. Weet je, we hebben een beetje een mix gehad. Een grote partner van ons van het jaar is natuurlijk SAB. Die is er ook bij, dus SAB is ook hier vandaag. Kortom, veel dat te maken heeft met Vosting. Het directoraat streeft naar een hoger bezoekersaantal. Ook keukens uit andere landen zullen aanwezig zijn.